gebieden met bewolking en buien trekken vanochtend over ons land, maar ook vanmiddag hebben we nu en dan met buien te maken, maar tussendoor zijn er opklaringen en schijnt dus af en toe de zon. In de namiddag en avond wordt het aantal buien geleidelijk minder. Vanochtend dus met name in het zuiden tamelijk bewolkt en daar af en toe nog wel droge perioden. Later gaan overal wel buien vallen, soms met natte sneeuw, hagel, maar er kan ook een klap onweer bij zitten. In zo'n bui daalt het kwik naar een graad of 1, met daardoor ook kans op gladheid. En het buiten de buien om wordt het zo'n 4 of 5 graden en waait er een stevige westen tot noordwesten wind. Vanavond wordt het dan op de meeste plaatsen droog en koelt het vrij snel af, met name in de opklaringen kan het in de loop van de late avond gaan, licht gaan vriezen, daardoor ook kans op een gladheid. Morgen dan is het op de meeste plaatsen droog. In de kustgebieden valt mogelijk nog een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden en er is beduidend minder wind dan vandaag. De komende dagen dan wordt het kouder, met s'nachts lichten tot landinwaarts matige vorst. Overdag blijft de temperatuur op zo'n 2 of 3 graden steken. Met name zondag en maandag zien we veelvuldig de zon. De wind die draait geleidelijk naar het oosten tot zuiden. Waarmee lucht vanaf land wordt aangevoerd. En dat blijft ook de komende periode zo.